Ik kijk neer op je daken, schoorstenen en pijpen, daktuintjes en tuinen en wat speelgoed op het gras. Het is nu herfst en vochtig, de mist trekt over het water, je verkleurt bij de seconde, maar alles blijft zoals het was, Amsterdam. Oh, 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 oh. Bovenop de hoogste toren, hoger dan de andere toren. Voel jij je thuis in deze buurt? Ja. Ja. Nou, niet altijd. Ja, heel thuis, hè. Ik vind het heel prettig om hier te wonen. Ja, heel erg. Heel erg, ja. En nou, heerlijk. Ik voel me echt thuis. Ik ben zo gewend aan dit buurtje. Het is heerlijk. Hé, hey, lieverd, jij woont ook in de statie, de buurt, net zoals ik. Voel je je thuis daar? Heel erg. Nou, moet ik lang nadenken, lieverd. Nou, waarom denk ik hierover na? Omdat er natuurlijk de laatste 10 jaar vooral veel veranderingen zijn, hebben plaatsgevonden. Ja, heel thuis. Heel gezellig. Ik ben heel blij met mijn buurtje. Ja. Ik voel me bijzonder thuis in deze buurt. Ik voel me heel erg thuis in deze buurt. Ik ben een Amsterdammer en dit is de buurt waar ik me het meeste thuis voel in heel Amsterdam. Ik vind Amsterdam hoort gewoon bij elkaar. Je moet dat niet in stukjes hakken. Jazeker. Ik vind de Statie de Buurt een hele gezellige buurt. Nou, hier ben ik thuis op de Buitenstraat. Dit is onze voordeur. Ik woon hier nu 31 jaar. Ik woon hier meer dan 30 jaar. Oh, dat is een hele tijd. Nou, ik woon al langer dan 20 jaar aan de Witte Kade. Ik woon 26 jaar hier op de Kade, hetzelfde huis. En ik heb 5 jaar in een flat in de Van Hogendorpstraat gewoond. 19 jaar. Ik woon nu 20 jaar in deze buurt. 20 plus. 15 jaar. Ik weet niet hoe lang ik hier nog woon, ik ben ook bezig een ander huis te zoeken. Maar met het huidige woonbeleid zal het vast even een paar nog een tijdje duren. Als je het hebt over de statiebuurt tussen 2000 en 2010 en tussen 2010 en 2020, dat is een wereld van verschil. Ik kom uit Nieuw-Zuid. En toen ik het eerste jaar hier kwam wonen, dacht ik, oh, wat verschrikkelijk. Waar woonde jij voordat jij in deze buurt kwam wonen? De Roosstraat, dat is in het centrum. En dat was heel anders. Roosgracht, ja. Ja. Dat was een beetje bla 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 figuur. Ja. Beetje juppenbuurt. Ja, een beetje juppenbuurt. Waarom denk ik hierover na? Omdat er natuurlijk de laatste 10 jaar vooral veel veranderingen zijn. Hebben plaatsgevonden. Ten goede. Veel nieuwe mensen, ook nieuwe mensen van buiten de buurt hier naartoe zijn gekomen. Dus er een hele andere dynamische evenwicht moet worden gevonden. En waar woonde je voordat je in deze buurt? In de Pieter van der Does, bij de Jan Eversenstraat, de Zijstraat. Zat vroeger de Sportfondsen Bad en het Ziekenfonds. En hoe vond je die buurt vergeleken met deze? Ook heel leuk, maar mijn huis werd te groot. Dus, en mijn kinderen waren eruit, dus ik dacht, mag ik ga lekker kleiner wonen. En toen kwam ik hier in de buurt. Ik had al ooit gedacht, ik wil wat groter wonen. Maar toch besloten om hier te blijven. Vanwege dat het zo gezellig is. Ik dacht, ik kan nergens anders in Amsterdam zo'n gezellige buurt vinden. En wat is het verschil met waar jij vandaan kwam? Nou ja, Nieuw-Zuid, dat is natuurlijk echt een beetje een kakbuurt. Dat was het vroeger al en dat is het nu nog. En ja, iedereen was daar anders als hier. En wat maakt het dat jij je thuis voelt in deze buurt? Ja, de felle contact met de medebewoners, buren. Ik heb mijn kinderen gekregen hier. En ik ben ook actief in het stadsdorp wat we hier hebben. En door het stadsdorp heb ik zo verschrikkelijk veel mensen leren kennen. Dus ja, ik ben hier thuis. Het is letterlijk, voor mij is het hier een dorp. En ik ken veel mensen. Ja.
En ik heb het gevoel dat ik woon in een dorp binnen Amsterdam. Gezellig, lekker met de buren op een bankje. Ja, inderdaad. Nou ken ik deze buurman al heel lang eigenlijk. 15 jaar of zo. En het was echt heel erg leuk dat ik hier die woning kreeg, zeg maar. Bij de Palmentuin. En ja, een van de mooiste plekjes. En hij woont hier op de Jacob Katskade. Want iedereen kent iedereen. Je kan gewoon een gezellig klitsen. Ik denk echt dat wij nog zo'n oude echte buurt zijn. Ik voel me hier zo vrij. En ben je ook aangesloten bij dat buurtdorp? Of, ja. En ga je ook wel eens mee op stap? Niet op stap, maar wel één keer per jaar heb je de buurt, zeg maar, etentje. En dan neem je wat mee. Hè? En dan doe je wat toch met de andere buren. Op een andere manier maak je contact. Nou, dit is mijn thuisgevoel. Lekker 's morgens even wandelen met de hond door het Westerpark. Het is hier ontzettend divers, dat is het eigenlijk. Ik kom allerlei soorten mensen tegen, allerlei plumage, kleuren, soorten. We stimuleren elkaar, we praten over hier activiteiten, over ondersteuning van mensen. De saamhorigheid heb ik natuurlijk ook nog wel het een en ander aan toegevoegd. Om mensen te groeten, te vragen hoe het met ze gaat en dergelijke. En dat geeft zo'n verbinding. Vanaf het begin is dat een soort veilige haven voor mij geweest. Omdat ik uit een hele situatie kwam waar het niet zo prettig was. En ik ben hier heel warm ontvangen. En dat ervaar ik ook. Dus ook het mensen kennen, hè? Dat je heel veel mensen dus gewoon kent, dat geeft ook een soort thuisgevoel. Ja, ja, ja. Ik voel me heel veilig hier. Ik voel me hier heel veilig, ook gewoon in deze buurt. Ik bedoel, ik kom uit een tijd waarin de mensen op straat dood gingen aan de doop, toch? Nou, dat is het nu toch echt heel veel beter. Nee, dat is wel heftig wat je nu vertelt, Loes, hè? Dat je mensen echt op straat zag liggen. Nou ja, maar dat was natuurlijk in de 80e jaren. Toen werkte ik in de hulpverlening. Dat was ook een heel ander verhaal. Nu zie je ook al daklozen. En dat is natuurlijk niet goed. En je zou willen dat daar iets mee gebeurde. Ik werk samen met de burenhulp. Ik help mee bij de burenhulp. Maar ook af en toe eventjes bij de villa. Ook als ik dan word gevraagd bij de veeloopwinkel, dus een beetje van alles. Veel van de bootjes worden bewoond hier, hè? Ik weet niet door wie. Nee, dat weet ik ook niet. Nee. Maar ik vermoed wel door daklozen. Nou, zeker door daklozen. Je gaat niet voor je lol in een bootje zitten. Er is helemaal niks. In verhouding valt allemaal wel mee. Ik weet niet hoor. Er is veel wat je niet ziet natuurlijk. Ja, maar ik hoor wel eens mensen zeggen, hier lig je niet 10 jaar dood achter je brievenbus. Nee. Zoals in andere buurt, hè, Annemarie? Nee, niet. Ik ben een tijd weg geweest uit Amsterdam, maar toen miste ik het wel heel erg. Maar bijna iedere dag. En wat vind je nou het leukste aan deze buurt? De terrasjes. Sommige mensen vind ik heel aardig en leuk. En heb je ook lievelingsplekjes? Ja. De kerk vind ik gezellig. Ja, door mijn werk natuurlijk in de kerk kennen veel mensen in de buurt mij. En ja, het is gewoon, ja, ik kan het niet uitleggen. Als ik hier door de buurt loop, dan denk ik, hè, lekker. Ja, jij bent ook heel bekend en heel geliefd in de buurt. Nou ja, dus... als ik geliefd ben, dat, dat weet ik niet. Ja. En ik vind de... Zeeman, ik vind het gezellig. Ik ga altijd zo de winkeltjes af. Goeie slager. Ja. Moslim of geen moslim, iedereen komt hier. Iedereen komt hier. Is, altijd, je vindt altijd wat je wil. Ik was vanmorgen even naar Dirk van der Broek en dan kom ik die tegen, hallo, en die tegen, hallo. En dat was in Zuid nooit. Dus het is ook voor jou een hele sociale buurt? Ja, zeker. Zeker, dat kan ik zeker onderstrepen. Nou, sommige mensen krijgen een thuisgevoel als ze dit zien staan. IJmeren. Ik heb dat iets minder, denk ik. Het zijn ook allemaal sterke individuen. Veel creatieve mensen, maar ook veel sociaal betrokken mensen.
Het is natuurlijk van oudsher een krakersbuurt, hè? Dus, ja, dat gevoel heb ik ook dat iedereen er hier iets van probeert te maken met elkaar, hè? Ik vind het top. Al ligt het natuurlijk ook aan jezelf, hè? Je moet zelf natuurlijk in het leven de slingers ophangen, wat mijn vriend altijd zegt. En zelf het feestje bouwen. Ja, zelf het feestje bouwen. En zijn er ook dingen waar je minder blij mee bent? Nou, ik kan het... Nou, één ding, ik mis hier een visboer, maar dat is ook het enige. Het thuisgevoel, waar jij het eigenlijk over hebt, het buurtgevoel, dat is de laatste 5 jaar eigenlijk drastisch verminderd. En daarom moest ik daar al lang over nadenken. Voel jij je thuis nog in deze buurt? En wat maakt het wat je wel leuk vindt hier in de buurt? Nou, gewoon een heel mooi Westerpark. Ik vind dat een hele gezellige buurt in ieder geval. Ik denk de beste buurt van Amsterdam is de Westerpark. Wat jou betreft wil jij hier nog wel een tijd of misschien wel voor altijd blijven wonen? Ja. Ik woon op een galerij. Alle buren die spreken met elkaar. En we staan elkaar bij in moeilijke tijden, maar ook in vrolijke tijden delen we met elkaar. Dus ja, ik ben alleen maar blij. Hé, dus jij bent hier helemaal op je plek, vrouw? Ja, dat kun je wel stellen. Maar jij gaat hier gewoon niet meer weg? Nee, nou, ik voel me thuis. Heb je helemaal je plekje hier gevonden? Ja, helemaal, als ik jou zie. Dus jij gaat gewoon niet meer weg hier? Nee. Ik blijf hier toch wel echt wonen totdat ik ooit kom te overlijden. Dat hoop ik nog lang uit te stellen. Dat hoop ik ook.